Jullie verliezen deze wedstrijd tegen een hele goede ploeg, maar wel een ploeg waar jullie vaak goede resultaten tegen hebben geboekt. Had het anders kunnen lopen? Ja, we hadden het wel anders kunnen lopen. We hebben de paal in de lat geraakt en zeker bij 0-0 na 5 minuten volgens mij binnenkant de paal eruit. Ja, als je dan 1-0 voorkomt, dan wordt het een hele andere wedstrijd. En dat was eigenlijk ook ons aanvalsplan. Zorgen dat we in de counter gaan toeslaan tegen goed voetballen. Kozakkenboys, dat weten we. We kunnen heel goed voetballen. Wij kunnen heel goed counteren, dus maar alleen jammer dat het niet lukte. In welke fase liep het niet zoals gepland? Nou ja, kijk, als je 1-0 achterkomt, dan heel snel eigenlijk naar de eerste helft. Dan is je avondsplan eigenlijk, moet je wijzigen. En dan hebben we ook nog eens de win tegen. Dat hebben jullie allemaal gezien. Dat was bijna niet te doen. En dan is het weer heel lastig om bij de goal te komen. Dan krijgen we pas de 89e minuut voor mijn kopbal onderkant laten. En dan loopt het eigenlijk niet zoals gepland. Nee. Die tweede helft, dan kom je inderdaad al vrij snel op achterstand. Dan is er eventjes, de omstandigheden zijn dan anders. Je hebt dan niet meer de wind mee, maar de wind tegen. Letterlijk en figuurlijk. Maakt dat uit? Want ik dacht eigenlijk, als je countervoetbal wil spelen, is die wind tegen misschien wel lekker. Die ballen achter die verdediging liggen. Ja, dat klopt. Alleen de wind was wel heel erg extreem. Als je een beetje tegenwind hebt, heb je gelijk. Dan kan je de bal lekker de afleggen. Maar nu kon je totaal niet voetballen. En de keeper schoot de bal uit. Ja, dan kwam net dezelfde vaart. Kwam hij bijna in de 16 terug. Dat was extreem. Ja, als we de eerste helft op 1-0 voorkomen, dan wil ik het nog wel zien. Helaas gebeurde dat niet. Na de 1-0 achterstand, ja, daar komt plan B in werking, hè? Ja, dan wat extra aanvallers erin. Maar ook daarin, ja, we hebben 1 keer proberen toe te slaan uit een corner. Dat was gewoon heel erg lastig. Moeilijk bespeelbaar vandaag. En eigenlijk ongelukkig, want voor mij hebben wij de 2 grootste kansen gehad. En zijn lichtelijke buitenspelgoal volgens mij, als je de beelden goed terugkijkt. En ongelukkig. Jullie verdedigen met het mes tussen de tanden en dat mag ook. Soms in de tweede helft met name leek het wel, ja, ik wil niet zeggen te ontsporen, maar werd het wat onvriendelijk. Vond jij dat het de grens overging? Van beide kanten hoor. Nee, dat vond ik niet. Ik had wel het gevoel dat we het nog wel in de hand houden. Alleen wij zijn wel een ploeg die op het randje speelde. Dat is onze kwaliteit en daar ga ik zelf, probeer ik voorop in de strijd te gaan. Maar je houdt wel altijd je gedachten erbij. Ja, zij maken overtredingen, wij maken overtredingen, dat hoort erbij. En de scheidsrechter bepaalt hoe ver je mag gaan. En dat is denk ik ook wel het leuke. Hoe ga je weer opwarmen nu? Ja, ik ga voorlopig lekker denk ik een warm douchen.